Iedereen weet hier hoe het gaat. Iedereen weet het hier. Mensen zijn het tot hier. Ze zijn het zat. You and I live in a country which is supposed to be the citadel of education, freedom, justice, democracy and all of those other pretty sounding words. Jongens, allemaal getuigen, jullie hebben het allemaal gezien. Even afstand houden. Je moest eens weten hoe hij had tekeer gaan. De gozer heeft astma, vriend. Kun je zomaar in zijn buik gaan trappen, maar het staat allemaal op beeld, vriend. Dus mensen hebben helemaal geen respect. Allemaal racisten hier, joh. Ja, één racisme mag je ook mee. Het is mijn mening, ik vind jou een racist. Minister Malcolm, you have suggested that there are all kinds of movements in Harlem growing that you and I don't know about? Oh yes, frustration itself has been sufficient, all that was necessary to make Negroes realize the importance of banding together. And Negroes are banding together. Vorige week was er een reportage over de politie Den Haag, waar bleek dat Den Haag in de Schilderswijk de politie ongemeen agressief is in de richting van mensen met een andere achtergrond dan de Nederlandse. En dat is gewoon politiegeweld, ongerechtvaardigd politiegeweld. Maar dit is over de bejegening. Dus politiegeweld is staande houden, twee is vervolgens de bejegening. En daarvan zou die bovenmatig agressief zijn, zegt u. Ja, nou daar zit ook ethnic profiling in die zin. Dat betekent dat iemand met een kleur, daar kun je op lostimmeren. Ik heb het zelf zien gebeuren op een avond. De 8 man werd er ingebeukt op een Marokkaanse jongen. Ik heb er wat van gezegd, maar wilde niet herkend worden door collega's. Meestal was het zo dat de verdachte alleen maar een grote bek had. En dan kreeg die verdachte vuistslagen op de achterbank van de auto, terwijl hij daar geboeid zat. En als het dan niet lukte, dan werd de verdachte geschopt voordat hij de cel inging. Of ze lieten hem struikelen. En in dat rapport werd dan standaard opgeschreven verzet bij aanhouding. En iedereen wist dat het niet klopte, maar ook iedereen stemde ermee in. Inwoners van Gouda, die komen uit het Rifgebergte, dat zijn Berbers. Berber komt van het woord barbaar. Ja. En zij, dat is inderdaad cultureel ingebakken dat ze wat wilder zijn, wat makkelijker op straat leven, wat ruiger. Je zou kunnen zeggen dat het genetisch meegekomen is. Commissioner Murphy, almost every statement that Commissioner Murphy makes would give you the impression that he's encouraging the police, rank and file policemen, that to take whatever method or measure is necessary to hold the Negroes in check. He feeds the type of statistics to the white public to make them think that Harlem is a complete criminal area, that everyone is prone toward violence. This gives the police the impression that they can then go and brutalize the Negroes or suppress the Negroes or even frighten the Negroes. Whenever something happens, 20 police cars converge on one area. This doesn't frighten Negroes. In plaats van deescalerend te werk te gaan, slaan agenten op de menigte in met hun dienststokken. Zelfs de vader van het slachtoffer, hier te zien linksboven in beeld, en een kennis worden met dienststokken geslagen. Ook een van de eigenaren van supermarkt Tanger, hier rechtsboven in beeld te zien, wordt 5 tot 6 keer geslagen. They think they're living in a police state and they become hostile toward the policeman. They think that the policeman is there to be against them rather than to protect them. And these thoughts, these frustrations, these apprehensions automatically are sufficient to make these Negroes begin to form means and ways to protect themselves in case the police themselves get too far out of line.